Oké, okay, ik heb dus een webcam gekocht. Ik ga eens even testen. Ik wil dus live gaan binnenkort. Dit soort dingen live gaan behandelen. Ten eerste bespaart het me een heleboel tijd om alles te bewerken. En ten tweede, het is een heel makkelijk programma. Ik zal het even in beeld zetten in hoeverre dit kan. Het heet OBS. Dus met dit programma werk ik nu. Het is een gratis programma. Kan je gewoon kopen, downloaden, ik veel. Gratis downloaden. Zonder dat je het hoeft te kopen. Ik wou eventjes het een en ander over George Floyd gaan bekijken. We zijn natuurlijk nog steeds aan het onderzoeken hoe het nou echt daadwerkelijk zit. Maar we zijn er wel over uit dat deze man waarschijnlijk vermoord is. It's a Monday evening in Minneapolis. Police respond to a call about a man who allegedly used a counterfeit $20 bill to buy cigarettes. 17 minutes later, the man they are there to investigate lies motionless on the ground and is pronounced dead shortly after. The man was 46-year-old George Floyd, a bouncer originally from Houston who'd lost his job at a restaurant when the coronavirus pandemic hit. Floyd's death triggered major protests in Minneapolis and sparked rage across the country. Nou, dat is even een korte introductie. De hele video mag je dadelijk zelf gaan kijken. Ik heb nog even een ander videootje van wat er ook gebeurt. Er is een andere video, daar kan je ook zien wat er ook gebeurt in Amerika. Vanaf een persoon die daar loopt. Sweetheart, is this your car? Did you leave your car to go get some sneakers? What did you get? At least show me what you got. Show me what you got since you left your car. Hold on, let's see. Let's see what you got here. Let's see. Let's see what you got. You left your car in traffic, man. You got right? You good? That's what I'm talking about. She's crazy. These motherfuckers is crazy as hell. Come on, man. Damn, the pregnant chick got right. This shit crazy, yo. This shit crazy, boy. Roving for president. Roving for president. Boy, you know the vibes. I learned the algorithm from Rover. Look, 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 look. Them niggas ain't playing. Them niggas ain't playing. They going to get them Team Jordans right now. God damn, niggas are still coming out. What you got, bro? Let me see what you got. Big bro, what you got? Let me see what you got. Onderbroeken wel zeven. Ja, dat maakt niet uit. Deze man is dus blijkbaar boos, hè, dat dit gebeurt. Terecht. En het is natuurlijk echt keiharde onzin om dit soort dingen te doen. Het heeft niks te maken met iemand die misschien vermoord is door agenten. Het heeft er niks mee te maken. Hè? Dat je een zoals we gezien hebben op de Dam in Amsterdam en in Rotterdam en in Groningen en in Maastricht. Dat mensen gewoon staan om te protesteren met borden en dat soort dingen. Dan zeg ik nog van oké. Ik vind dat je eigenlijk helemaal niet in die zin moet protesteren van Black Lives Matter, maar All Lives Matter. Oftewel, niet alleen focussen op donkere mensen, maar gewoon op al het leven. En ook dieren en dat soort dingen. Maar dat snap ik dat ze daar niet helemaal op ingaan. Maar ik wou even toch gaan onderzoeken van, hè, gezichtsherkenning is hier heel makkelijk voor de gek te houden met een geprint masker, ook op Schiphol. Ik zat mezelf af te vragen van, kan je met een mondmasker, hè, wat wij natuurlijk nu verplicht moeten dragen, gaan ze er ook nog een kort filmpje over kijken, kan je daar zo dat systeem mee omzeilen, om zo maar te zeggen. Dus, om ons heen gebruiken ze ze al en weinig juist gebruikt van mondkapjes en ik hoop dat het dun blijft, maar tegelijkertijd zijn er studies die bij een juist gebruik van mondkapjes en ik onderstreep dat juiste gebruik wel een beperkt positief effect laten zien. Hoewel de wetenschap verdeelt. Ik zie dat ik mijn geluid van dit niet aan heb staan, dus ik hoop dat jullie het horen. Maar dat scheelt weer in de dingen. Goed, ik weet niet. Wat het leuke wat hier nou, hij zegt van ja, er zijn bewijs dat het werkt eigenlijk niet heel erg bijzonder goed. En ja, als je kijkt naar hoe groot een virus is,
ter opzichte van een mondkapje, nou dat is te klein, dan kan het gewoon alsnog doorheen. Als jij een goede niesbui hebt, die waterdeeltjes blijven misschien wel hangen, maar de virussen niet. Dus dat heeft totaal geen zin. Ik heb gewoon gezocht van mondmasker of mondkapjes en gezichtsherkenning. En dan kwam ik op een paar artikels. Waar moet je op letten bij gezichtsherkenning? De software kan gefopt worden. Allemaal leuke weetjes erover. Nou, hier zie je hoe dat allemaal gebeurt. Hè. Ze hebben allemaal ID-nummers aangekoppeld. Nou, bla bla bla. Nou, weet je een beetje hoe dat werkt? iOS gaat gezichtsherkenning bij mondkapjes overslaan. Dus ja, we kunnen dadelijk niet meer met ons gezicht je telefoon openen omdat je een mondkapje open hebt. Hier staat dat de nieuwe weer wel heeft. Hè. Dit filmpje kun je ook leuk kijken. Loading camera settings, Marijn. Loading light settings, Marijn. Loading sound settings, Marijn. Test 1, 2, 3. Loading bright wipe, execute. Hoi, ik ben Marijn van Bright en ik ben zo blij met dat nieuwe gezichtsherkenningssysteem wat we hebben hier in de Bright Studio. Voortaan gaat alles vanzelf zodra ze mijn gezicht zien. En die videoredacteuren, die hoeven helemaal niks te doen. Kijk maar. Die gezichtsherkenning, die is een zegen. Ja, totdat die in de verkeerde handen valt natuurlijk. Dan kan het ook een vloek worden, zoals met heel veel technologieën. Nou, daar heeft hij wel helemaal gelijk in. Nou, dan gaan we naar China. Nagaan hoe ver ze al zijn in China. Je temperatuur wordt ermee gemeten, gezichtsherkenning, ze weten wie er waar loopt, wanneer en hoe. Maar ook met een mondkapje. Die video kan je dus zelf kijken, ik zet alle linkjes weer hieronder neer. Britse politie kijkt met effect op mondkapjes op inzet gezichtsherkenning. Nou ja, dan moeten ze even naar China bellen en dan kunnen ze het even kopiëren voor ons. Dus dat is wel, ik weet niet hoe ver deze site te vertrouwen is, security.nl. Dus ik vind gewoon artikels en ja, dat is niet aan mij of dat betrouwbaar is, ja of nee. Dit is het systeem wat gezichtsherkenning met mondkapjes kan creëren. Dus al met al, je kan gaan rellen dadelijk, maar uiteindelijk het dragen van een mondkapje gaat nooit en nooit jou beschermen om je gezichtsherkenning te voorkomen. Dat was mijn idee van, is dat nou de achterliggende gedachte die ze er willen hebben van, ja, gaan we, hoe zeg je dit goed? Hebben ze nou het hele spel van de mondkapjes opgezet, zodat we... onherkenbaar ons ding kunnen doen, om het zomaar even netjes neer te zetten. Dus, ja, nou ja, we zien dus dat dit niet echt het geval is. Dus dat wil ik eventjes voor mezelf duidelijk hebben, maar ik denk, ja, ik ga jullie er gewoon in meenemen. Dit wil ik dus gewoon vaker doen. Als ik ideeën heb van hoe dit werkt dat, dan ga ik het gewoon uitzoeken. Nou, dat raad ik sowieso mensen aan om dat altijd te doen. Dat is natuurlijk altijd handig als je ook weet waar je het over hebt, om zo maar te zeggen. Niet dat ik zomaar ga lopen roepen van... ik denk dat mondkapjes zijn ingesteld om ervoor te zorgen als we dadelijk met z'n allen lekker gaan rellen tegen Black Lives Matter. En dat soort rare... Nogmaals, het idee wat erachter zit is goed, maar gaat niet... winkels en dingen kapot maken en rellen en echt, hè, je ziet in Amerika overal dat de bakstenen worden neergezet zomaar uit het niet, terwijl er helemaal geen wegwerkzaamheden worden aangekondigd of dat soort dingen, dus dat wordt een beetje tegen elkaar opgezet. Je ziet dus dat die gasten vol gas er tegenin gaan of vol gas gebruik ervan maken en gewoon winkels overvallen en alles, en dat heeft niks te maken met
wie er dan ook vermoord is en hoe dat dan ook is. Ik ga nog meer video's over dit onderwerp maken natuurlijk. Maar deze video ging eigenlijk helemaal niet over dit, maar meer over het herkennen van mondkapjes. Van gezicht met mondkapje. En dat is Honor. Dat is een Duitse... In Duitsland hebben we 150 euro boete als je geen mondkapje wil hebben. Leuk. Gezichtsherkenning. Nou, dat is dus een update. Bla bla bla. Dus dat wil ik gewoon even weten. Dus gewoon dicht. Dat doe ik niet per se. En ja. Daar wil ik het even bij laten. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat deze video een beetje goed zichtbaar is. Leuk in elkaar zit. En ik wil dus ook live gaan. Zeker aankomende vrijdag, dan wil ik gewoon echt een goede show, wil ik ook mensen vragen beantwoorden eventueel, een beetje interactie, dus mocht je deze video zien, en heb je vragen aan mij, dan zou ik zeggen, vrijdag, ik denk rond een uurtje of 8-9 s'avonds ergens, dan zijn de meeste mensen vrij, wil ik een live show gaan doen met dit programma, en dan zie ik jullie dan. Ik ben ook nog bezig met een andere video ondertussen. En dat heet De Hokjesdenker tegen De Vrijdenker. En dat heb ik weer met een greenscreen gedaan. Dus dat wordt wel weer een leuke video. Je ziet, dan kan je weer dingen weg gaan halen. Dat is wel leuk. Dus dan zie je mij met een los stopcontactje. Ja, dat is een beetje heel erg te weinig. Nou, dan kan je nog zeggen van, ik wil alleen... mij hebben. Nou, en dan ben ik helemaal uitgeknipt. je moet iets minder, dus... Drie vind ik al te mooi, nou. Dus... Goed, die video komt er ook aan. Ga ik straks lekker bewerken, mijn gemak. En ik zou zeggen, tot vrijdag live om 9 uur. Ik ga hem straks inplannen, zodat de mensen er alvast aan kunnen wennen. En ik ga zeggen, dankjewel voor het kijken. Peace! Leuk hè, ik kan gewoon alles erbij en afvoegen.